Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, leden ministerraad blikken terug op 1 jaar kabinet Santokki-Brunswijk. Districtscommissarissen Paramaribo overhandigen projectplan aan president. Ex-militairen meegenomen in traject distributienoodhulppakketten. En code paars nog steeds van kracht. Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat het kabinet Santokki-Brunswijk aantrad. Onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk is vanaf toen de aanzet gegeven tot het weder financieel en economisch gezond maken van Suriname. Daarnaast zijn ook de overige beleidsgebieden niet uit het oog verloren. Voor aanvang van de reguliere regeringsraad op vrijdag 16 juli blikten enkele ministers terug op de afgelopen 12 maanden. Wat is het meest prettige dat u hebt ervaren in dit eerste jaar? Nou, je weet, het ministerie van Barenwijk heeft vooral werk en projecten op zich. Maar ik denk het meest leuke is de warmte en het ontvangst en de feestjes die ik, de dankfeestjes die we hebben gehad afgelopen periode voor het werk dat ik heb verzet. Dat vond ik het meest ultiem en pakkend en ook een waardering naar mij toe als minister die het ministerie leidt. Nou, uiteraard is de meest prettige ervaring het moment waarop je benoemd wordt. Het is een eer om je land te mogen dienen. En natuurlijk daarna begint het werk. En ook tijdens het werk zijn er prettige momenten. En ik moet eerlijk zeggen dat voor mij de meest prettige momenten zijn de momenten waarop we met z'n allen kunnen discussiëren over beleidsvoornemens. En dat het hele kabinet bij elkaar zit om te praten over het beleid van een ander ministerie soms. En soms ook het beleid van jouw ministerie. Wat mij betreft is dat een goed teken van samenwerking. En dat je, zeker als het om je eigen beleid gaat, dat je je gedragen weet door het hele kabinet. Nou, dat zijn dus eigenlijk prettige momenten. Ik moet ook zeggen dat wat mij betreft de samenwerking met de NGO's, dat ook heel erg prettig aanvoelt. Het geeft je het gevoel daadwerkelijk dat je niet alleen staat en dat er dus ondersteuning vanuit de gemeenschap is om je beleid uit te voeren. Meest prettige ervaring op het ministerie? De samenwerking tussen mij en mijn personeelsleden. Dat ze dus elke keer weer, vooral degene die zo het directieteam, dat ze dus zelf avonden aanzitten om het werk samen te doen. Wat is voor u op dit moment het meest substantiële, de bijdrage, qua bijdrage die u tot nu toe hebt geleverd? Ja, voor het ministerie van openbare werken heb ik een wijziging gebracht in het beleid, in het denken. We gaan dus niet alleen projecten uitvoeren, maar we gaan op diverse gebieden bezig zijn. We gaan met personeelshervorming bezig zijn. We gaan met wet en regelgeving bezig zijn, met communicatie, met heel veel zaken. Het toppunt vind ik wel, wat ik heb bereikt afgelopen maanden, afgelopen jaar, en dat gaan we voorzetten, is de toegankelijkheid, de vriendelijkheid, de netheid, openbaarheid van bestuur. Dat zijn wel de meest belangrijke dingen die ik tot stand heb gebracht en we gaan dat voortzetten. Dus wij hebben de uitdaging gehad om een nieuw ministerie op te zetten. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ik ben er trots op dat ik tot nu toe, voor wat betreft de ruimtelijke ordening, dat we eigenlijk de beste deskundigen hebben kunnen mobiliseren die op dit moment druk bezig zijn om een visie te gaan ontwikkelen over de ruimtelijke ordening in Suriname. Ik denk dat dat nu al een groot succes is als ik kijk naar de progressie die er wordt gemaakt door deze groep. Maar natuurlijk ook het feit dat wij de gelegenheid hebben om capaciteit op te bouwen op het ministerie. Het verloopt vrij harmonisch. Daarnaast hebben we op het gebied van milieu is er wat progressie gemaakt. We hebben een aantal projecten
hebben wij uitvoeringsklaar kunnen maken. Er zijn een aantal nieuwe projecten geïdentificeerd om een paar zaken gedaan te krijgen op het gebied van milieu. En dan weer heb je andere projecten, waaronder het project met betrekking tot de afbouw of van het gebruik van kwik, is in een bepaalde versnelling gekomen. Dat is voor ons natuurlijk zeer geruststellend, omdat we weten dat we daarmee een goede bijdrage leveren. Maar daarnaast heb je ook natuurlijk het optreden op de internationale scene. We hebben een vrij drukke agenda internationaal gehad in de afgelopen periode. In de regio kan ik u zeggen dat Suriname op het gebied van milieu toch wel een belangrijke positie inneemt en dat we dus gezien zijn en gerespecteerd worden in de regio voor wat betreft milieu, en steeds meer zijn wij onderdeel van de regionale discussie en soms ook internationale discussie. Om te beginnen, de versterking, dus de band tussen traditioneel gezag en de overheid. We zijn dus nog niet echt waar we dus eigenlijk wezen moeten, maar het is slechts een start. Ook nog de commissariaten met het decentralisatieproces. Het is slechts een start, maar ook nog wat heel belangrijk is het grondrechtenvraagstuk. Dat we dus een concept, de conceptwet, reeds hebben ingediend in DNA. En dat we dus nu werken aan het informeren, voorlichting aan met name het traditioneel gezag bij de Maron, zowel de inheemse. Dat is dus eigenlijk een van onze belangrijkste substantiële doel die we eigenlijk willen bereiken. Wat is uw belangrijkste doel voor het komende zittingsjaar, dus 2021-2022? Ja, we hebben afgelopen maanden dus heel veel geïnvesteerd in heel wat zaken. Dus voor het komend jaar gaan we vooral focussen op 1. Opstart van vele infrastructurele projecten. En een tweede ding is, we gaan heel veel aandacht besteden aan die personele rechtvaardigheid. Dat zijn de dingen die krom en scheef zijn geweest op personeelsgebied, maar ook zaken als veiligheid voor de OW'ers en dergelijke zaken. Dat worden de 2 prioriteiten voor 2022. We hebben een vrij ambitieus programma. Op de eerste plaats wil ik de milieuraamwet gewijzigd krijgen. Op de tweede plaats wil ik de Nationale Milieu, de Milieuautoriteit, die moet op poten komen in het komend jaar. Daar maken we ons sterk voor. De kustwet willen we goedgekeurd krijgen. De nota ruimtelijke ordening willen we goedgekeurd krijgen en mogelijkerwijs ook de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Maar bovenal willen wij verder gaan met het opbouwen van capaciteit, zodat wij na het tweede jaar in de derde versnelling kunnen gaan moeven en dus de milieuagenda op de positie geven die het verdient in Suriname. Laat me daarbij vertellen, want u vroeg eerder van de mooie momenten of de ervaringen die we tot nu toe hebben. We zijn er ook trots op dat op dit moment nu reeds dat bij investeringsprogramma's die de regering behandeld, dat nu al serieus rekening wordt gehouden met nieuwe investeringen als het gaat om milieu. Nu al wordt de milieuparagraaf gerespecteerd en dat is iets waar we heel trots op zijn. Ik heb het dus daarnet al bijna aangegeven, het grondrechtenvraagstuk en het decentraliseren van inderdaad de verschillende beleidsgebieden naar de verschillende districten, met name naar de commissariaten, zodat de DC de middelen kan krijgen om het werk van de regering inderdaad uit te voeren. Mijn vrienden, alles aan de man, dan een one-jarige regering van Tukki, Brunswijk, waar we een trange volk. Streven we nog vrede. Samen gaan wij naar verdere duurzame economische ontwikkeling voor welvaart en welzijn van alle Surinamers. De
districtscommissarissen Ricardo Bolla van Paramaribo Noordoost en Fulgens Javinde van Paramaribo Zuidwest hebben een projectplan overhandigd aan president Chandrika Persat Santokhi. Dit vond plaats op donderdag 15 juli 2021 op het kabinet van de president. In het document zijn projecten opgenomen die moeten leiden tot verbetering van de infrastructuur, verdere sportontwikkeling in de diverse resorten en stimuleren van burgerparticipatie. Wij spraken DC Bola. Het doel van het bezoek bij de president was om aan te bieden een plan waarin wij dus een aantal projecten hebben geïdentificeerd in de diverse districten, resorten. Paramaribo kent 12 resorten. En in elk resort hebben we een project geïdentificeerd op verzoek van de president. Die heeft aangegeven van luister, laten we kijken hoe we Suriname verder kunnen ontwikkelen. Maar belangrijk is ook op resortsniveau. Ja? En derhalve zijn we natuurlijk samen met de resortsraadleden gaan zitten. We hebben de resorten doorlopen. En zo zijn we gekomen tot een aantal projecten die moeten leiden tot een stukje verbetering. 1 van de infrastructuur. 2 verbetering van, laten we zeggen, het sport. Het zijn diverse projecten met een verschillend karakter. Zo hebben we ook projecten bijvoorbeeld waarbij we een gemeenschapscentrum willen opzetten. Bijvoorbeeld in Münder. We weten dat Münder natuurlijk in ontwikkeling is op dit moment. Er staat heel wat groots te gebeuren daar. En wij willen heel graag daar zien dat de gemeenschap van Münder kan uitkijken naar een gemeenschapscentrum. Het gaat komen achter de politiepost Münder, waar er ook een school is. En wij hebben gemeend om daar een gemeenschap op te zetten, centrum op te zetten. Maar natuurlijk hebben we ook gekeken naar verbetering als het gaat voor het personenverkeer. Zo hebben wij ook een project op Beekhuizen onder andere, waarbij wij over de Dominee-Kreek heel graag zien een brug, een loopbrug, zodat de mensen te voet heel makkelijk van de ene oever naar de andere kunnen gaan. Maar nochtans moeten ze helemaal omlopen. Zo proberen we zo goed als mogelijk te kijken wat prioriteit is. Natuurlijk zijn er nog tal van projecten die uitgevoerd moeten worden de komende jaren. En dat gaan we ook doen. Maar dit is alvast een aanzet. Het zijn er 12 op dit moment. Maar dat betekent niet dat dit het einde is. We zijn nog steeds bezig verder te kijken wat we nog meer kunnen doen om dit volk zo goed als mogelijk te helpen in hun ontwikkeling. U zegt dat de projecten zijn geïdentificeerd in opdracht van de president. Ja. Dat is zeker heel gezond voor de decentralisatiegedachte. Ja. Mag ik van uitgaan dat de resortraadsleden ook een reële inbreng hebben gehad in deze? En zijn er ook misschien projecten toegevoegd aan dit document die zijn ingediend tijdens de resortplannen die worden ingediend? Ja, klopt. Eigenlijk is dit een vervolg van het resortsplan dat we op een eerder moment samen met de resortsraadleden hebben in elkaar hebben gezet. Dus eigenlijk is dit ook een uitvloeitsel daaruit. We hebben natuurlijk zeer zeker gewerkt ook met de resortsraadleden. Zij zijn tussen de mensen elke dag en zij kennen natuurlijk de pijnpunten en de verbeterpunten. Want daar gaat het eindelijk om. We moeten zo snel als mogelijk proberen de resorten op straatniveau, buurtniveau te ontwikkelen. Het zijn verschillende projecten. Het heeft ook met ontwatering te maken, natte infrastructuur, droge infrastructuur, dus straten. We willen ook kijken welke straten we heel graag verhard zien. Want vele mensen vinden er nog steeds, kijken naar uit, dat bepaalde zandwegen natuurlijk verhard kunnen worden. Ook dat hebben we meegenomen. Maar goed, alles staat vervat in het plan. Wat wij nu gaan doen is, vandaag hebben we het aangeboden aan de president die het met veel genoegen in ontvangst heeft genomen. We gaan nu uitwerken per resort, per plan, hoe we dat gaan aanpakken, een plan van aanpak. Dus we gaan met een aantal projectontwikkelaars zitten om zo snel als mogelijk voor de president uit te rekenen hoeveel het gaat kosten en hoe lang het gaat duren. Want plannen maken is één, maar waar het om gaat is het uitvoeren. En in die fase zijn we nu aan beland. Zijn de oplossingsmodellen ook zo gedetailleerd aangegeven en is er al gezeten met de technische ministeries die over de desbetreffende problemen gaan? Nee, dus ik heb al aangegeven, we gaan nu dus in fase 2, dat heeft de president ook gezegd. Nu zijn ze geïdentificeerd en nu gaan we met desbetreffende ministeries om tafel zitten om te kijken hoe we dat met de experts, de deskundigen, kunnen uittekenen, uitschrijven en dan kunnen we het daarna gaan uitrollen. De overheid heeft in het traject rond de distributie van noodhulppakketten ook aan de ex-militairen gedacht. Op donderdag 15 juli 2021
heeft Bureau Eenheid namens het kabinet een partij pakketten overhandigd aan de Stichting Reïntegratie Ex-Militairen. Luitenant-kolonel Jaron Schullen, directeur van de stichting, nam de goederen in ontvangst. Hij toonde zich ingenomen met het gebaar. De naam is Jeke van Troo en vanuit Bureau Eenheid, kabinet-president, zijn we afgevaardigd om de pakketten overdracht te doen aan Stichting REM. Stichting REM is voor ex-militairen. Wij van Bureau Eenheid hebben de afgelopen tijd echt nauw gewerkt met Defensie en met militairen. Dus we konden het niet laten toen we het verzoek zagen vanuit de stichting. Dat wij zelf een bijdrage kunnen leveren aan mensen die een voorbeeld zijn geweest voor onze militairen die we nu hebben. We hebben prettig met de militairen gewerkt tot nu toe. En we willen ook de mensen die het voorbeeld zijn geweest voor hun, ook vandaag in de bloemetjes zetten. En ook tegemoet komen, natuurlijk met onze pakketten. Laat me alvast de minister bedanken. Natuurlijk het kabinet, die heel snel heeft gereageerd. Nadat is aangegeven dat er een behoefte is aan de pakketten die er worden uitgedeeld. Het is heel snel gegaan en ik ben er heel blij en erkentelijk. En we gaan ervoor zorgen dat de meest behoeftige militairen, dus niet alle ex-militairen gaan in aanmerking kunnen komen, maar we hebben kunnen selecteren de meest behoeftige, omdat wij vaak in het veld zijn. Hoe heet het precies? Welke van de ex-militairen het heel, heel erg moeilijk hebben. Dus die pakken, elke pakket gaat terechtkomen waar het terecht moet komen. En ik wil afsluiten door nogmaals het kabinet van de president te bedanken dat ze ook hebben gedacht aan de jongens, de ex-militairen. En de doelgroep is eigenlijk, staat uit 3, maar de meest behoeftigen zijn de ex-militairen die hebben deelgenomen aan het binnenlands conflict. En zij zijn er waarmee we vaak in contact zijn. Omdat vele van ze getraumatiseerd zijn, vele van ze niet meer in staat zijn om in het arbeidsproces deel te nemen. Dan is de stichting ervoor om ze op te vangen als ze een hulpvraag hebben. Dus behalve pakketten bieden we ook uitkeringen aan de mensen. We zorgen voor trainingen voor de mensen. Dus er zijn een aantal activiteiten die we hier organiseren. Dit is niet de eerste keer dat we pakketten georganiseerd hebben voor ze. Ik hoop, het is vaker geweest. In het verleden hebben we zelfs maandelijks pakketten kunnen verkrijgen van sociale zaken. Ik hoop dat het niet hierbij zal blijven. Dat we vaker genoeg een beroep kunnen doen op het kabinet om ons te voorzien van een aantal pakketten. Want de behoefte is echt groot bij ons. Daarmee wil ik afsluiten en overgaan tot de orde van de dag. Hierbij heeft u eerst het pakket met de basislevensbehoeften. Hier hebben we iemand van Defensie, een van onze militairen, die elke dag in het veld is en ons te hulp staat. Dus vandaag is hij ons ook te hulp om de overdracht te doen. Meneer Dubois, kunnen we naar een pakket plaatsen. Zo, nogmaals, dank heren. En het is goed werk dat jullie op dit moment doen. Ja, dank u. Oké. Suriname is in mei dit jaar overgegaan naar code paars voor wat betreft COVID-19. Deze situatie is nog steeds van kracht. Hierbij dienen de geldende maatregelen vanwege de algemene veiligheid en volksgezondheid nog steeds strikt in acht genomen te worden. De statistieken leren dat er nog dagelijks tientallen besmettingen worden geregistreerd. Daarnaast zijn er nog elke dag meerdere doden als gevolg van COVID-19 te betreuren. In de ziekenhuizen zet het personeel zich 1x24 uur in om levens te redden en de zorg te monitoren. U kunt meehelpen de druk op de zorg te verlichten door zichzelf te beschermen tegen COVID-19.
Wat u zelf kunt doen, is het naleven van de algemene persoonlijke maatregelen, gehoor te geven aan de regels van de autoriteiten en zich te laten vaccineren. Denk vooral aan uzelf en uw medemens. Mekwiyep Makandra. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.